Realiseert u zich wel eens als u koud dat u iets zou kunnen doen, positieve zin, aan uw geheugenprocessen? Als je kijkt op de PG-afdeling, de psychogeriatrische afdeling. Ik ben daar s'avonds vaak om 1:00 of 5:00, 6:00 heb ik ook honger. Hè, en dan denk ik, ah, de etenskar komt voorbij. Hè? Nou, vol verwachting kijk ik naar die kar. Er staan bakken op. En wat zit er in die bakken, denkt u? Vla en pap. Dat begrijp ik wel voor mensen met slikstoornissen. Dat is ongeveer 30%. 70% kan kauwen. En die kauwen niet. Maar gewoon iemand die kauwt, daar zie je van dat de hartfrequentie omhoog gaat. Eigenlijk bent u een beetje aan het lopen als u koudt. Je ziet ook dat als u koudt, dat de doorbloeding van een van onze grootste hersenvaten, die arterie, arteria cerebri media, is in 80% van de gevallen aangedaan bij iemand met een herseninfarct. En u ziet bij kauwen dat de doorbloeding van die arterie geweldig toeneemt. Dat kauwen is ook heel belangrijk om voedsel ook van te genieten, zeg maar. Als u eet, dan eet u in principe, vindt u het leuk, u kijkt ernaar uit en u wilt ook dat het smaakt. Die hele orale sensatie, of u nou denkt aan bewegen, of u denkt aan muziek, als u denkt aan orale sensatie, dan zie je dat dat gebied hier onderaan frontaal een geweldige rol speelt. Wat zouden we toch kunnen winnen, hè? Als we met de zorg die de verzorgende dolgraag zouden willen geven, maar veel te weinig handen. Maar als we nou gewoon weer eens die zorg zouden kunnen aanbieden. Dat je dus wel beweegt als u wil bewegen. Dat u wel kunt eten als u kunt eten. En dat u ook vast voedsel eet, zeg maar. En dat het u smaakt. En dat je die orale sensatie, dat het orbitofrontale gebied, zeg maar, geactiveerd wordt. Waarom vernietigt vanillevla onze hersenen? De Universiteit van Nederland presenteert neuropsycholoog professor Dr. Erik Scherrer.